Als er één ding is wat we tegenwoordig allemaal willen, zijn het wel veel Instagram-volgers. En daarom dacht ik, waarom laat ik jullie 10 manieren zien hoe je snel veel Instagram-volgers kan krijgen. Yeah! De eerste manier is vrij simpel. Het is geen rocket science, je moet het gewoon even weten. Probeer de juiste balans te vinden in de hoeveelheid foto's, in de hoeveelheid hosts die jij per dag pakt. In de hoeveelheid foto's die je per dag plaatst. Studies hebben bewezen dat je per dag ongeveer gemiddeld op basis van het universum 3 foto's moet plaatsen. Zodat mensen denken, oh, dat is weer een foto vandaag. In plaats van, fuck, weer een foto vandaag. Jullie begrijpen misschien ook wel, meer dan 3 foto's per dag is eigenlijk te veel. En minder dan 3 foto's per dag laat je afvragen of iemand nog wel leeft. De volgende manier om snel veel Instagram-volgers te krijgen is door het optimaliseren van je bio. En jullie weten het allemaal, bio is het vakje waarin je iets neerzet. Zo van, oh, ik ben de Kelvin, ik ben lief en vrolijk en ik hou van katjes en dat ben ik. Nee. Maar je moet het in je bio laten lijken alsof je een toppersoon bent. Alsof je perfect bent. En heb jij nou even geluk dat hier iemand zit met een enorme gunfactor? En daarom geef ik jou alvast een aantal woorden die je kan toevoegen aan je bio, zodat je bio helemaal lekker is. De woorden die je voornamelijk moet toevoegen zijn sportief, sociaal, gezellig, zin in een biertje of 2, dierenvriend, altijd vrolijk, goed met kinderen. En de meest belangrijke, bezig met het milieu. Derde manier. Deze manier is waarschijnlijk een van de meest doeltreffende manieren ooit. Instagram is eigenlijk net als het echte leven. In het echte leven vindt iedereen het stiekem heel chill om te chillen met mensen die bekende mensen kennen. Yo Sharky, kijk, dit is Frank. Dat is een vriend van mij. Moet je even leren kennen, want hij kent Gerard Joling. Hij kent Gordon. Hij kent Justin Bieber. Dus ik zou zo even met hem praten. Hij is een goede vriend van mij. Ik weet niet waarom dat dialect erbij moest. Post gewoon foto's dat je met bekende mensen aan het chillen bent. En om even een klein voorbeeld te geven. Ik doe dat dagelijks. Ik post gewoon foto's met al mijn celebrities over de hele wereld. Ja, hier even een paar foto's van hoe dat dan gaat. Ja, het is toch cool? En als je zelf niet foto's kan bewerken, vraag dan gewoon een Mattie. Ja, Mattie. Deze manier is all about perfection. Perfection. En met perfection bedoel ik dat je je foto's zo perfectionistisch mogelijk moet gaan maken. En dat kun je doen door het volgende te doen. Maak gewoon een foto van jezelf. En weet je, er is niks mis mee, maar geef jezelf gewoon even een iets beter lichaampje. Zoals dit, weet je. En weet je, als je dan toch bezig bent, shine je tanden dan even. Dan weet iedereen waar je thuis hoort, namelijk in Instagram. Hashtags zijn natuurlijk erg belangrijk, dat weten we allemaal. En je moet gewoon de juiste hashtags gebruiken, waar mensen veel op zoeken, zodat ze op jouw page terechtkomen. Zo, zei ik nou echt page? Dit zijn ongeveer de hashtags die je allemaal kan en moet gaan gebruiken. En ik ga er even een aantal van uitlichten, namelijk hashtag love, hashtag instagood, hashtag me, hashtag cute, hashtag happy, hashtag zeehonden doodknuppelen, hashtag je tanden kapot slaan op een vrachtwagen. Werkt, jongen. We kunnen natuurlijk allemaal gekke tips en tricks bedenken om het te doen, maar er is ook een hele makkelijke manier om meer mensen bewust te maken van het feit dat jij Instagram hebt en dat ze jou moeten volgen. En die manier noem ik mond tot mond. En het is een, mensen weten niet of het nog bestaat, het is een soort van mythe, maar ja, tegenwoordig zit het toch gewoon allemaal zo te communiceren. Je kunt de mond tot mond tactiek op 2 manieren toepassen en dat is 1. Netjes vragen. Het gevaar met deze is dat je mensen een beetje kan laten twijfelen of ze nou moeten doen of niet. En daarom is tactiek 2 veel beter. En dat is aandringen. Volg mij op Instagram! Het Calvin, volg mij allemaal op Instagram! Dankjewel! Ja. Op een of andere manier vinden mensen het op Instagram leuk om de hashtag relationship goals te plaatsen onder elke foto die ze zien met een jongetje en een meisje. No shit. Mensen vinden het heel erg leuk om 2 mensen gelukkig te zien op een foto. En dat is natuurlijk leuk, weet je. Post gewoon foto's met je dame. Zet er gewoon onder. Lekker vrolijk samen op vakantie. Op een wit strandje. Lekker vrolijk, lekker doen. Hashtag love feeling. Dan ga je scoren. Je scoort. En als je geen vriendin hebt, zoek gewoon een random chick op straat. Oké, de volgende is een daadwerkelijk goede manier. Ik wil niet zeggen dat de rest niet goed was, maar deze is echt goed. Er is oprecht onderzocht en er is bewezen door talloze studies dat er een moment is in de week dat je het beste kan posten, zodat ik bij zoveel mogelijk mensen naar binnen kom. Het is woensdag 5 uur. Oh jee!
als er op een woensdag tussen 5 en 6 een Instagram-foto plaatst, dan zit je in een soort van, in het soort van piekmoment van de week van Instagram. Dan zit je in een soort van de ongesteldheidsperiode van de... Nee, dat is niet. Nee, dat klopt niet. Je begrijpt wat ik bedoel. Dan is het moment waarop de meeste mensen op Instagram zitten. Of dan wordt er op een of andere. Jongen, ik ben geen wetenschapper, oké? Oké, deze manier is niet helemaal eerlijk. Ik ben een eerlijke jongen, vandaag niet. Er zijn een bepaald aantal momenten in het leven van een mens die er gewoon uitspringen. En nou vraag je natuurlijk af, Kelvin, wat voor momenten bedoel je dan? Waar een fjak heb je erover? Dan heb ik het bijvoorbeeld over de momenten waarop je gaat trouwen. Weet je, post een foto dat je gaat trouwen en als je nog niet gaat trouwen. Mijn foto zag er zo uit, ziek veel likes. Maak een foto dat je baby geboren is. Weet je, ziek veel likes. En de laatste manier om veel volgers op Instagram te krijgen is niet zo spannend. Hij blijkt te werken. Het is een daadwerkelijke manier om Instagram volgers te krijgen. En dat is door steeds celebrities te volgen en te onvolgen. En dan denk je, waarom zou je dat in godsnaam doen? Nou, er zijn daadwerkelijk dus mensen die gaan naar de volgerslijst van, laten we even zeggen, een semi-bekend Justin Bieber. Die gaan dan naar Justin Bieber's volgerslijst. En die willen daar, en die gaan daar dus Justin Bieber fans volgen. Als jij Justin Bieber heet, volgt en onvolgt, sta je dus de hele tijd in die lijst. Dus als daadwerkelijke Justin Bieber fan even op Justin Bieber's volgers klikt, dan ziet hij jou alleen maar. En dan denkt hij van, wauw, die persoon volgt Justin al de hele dag. Het is, nu ik het zo zeg, is het best wel een wanhopige manier. Jongen, dat is waarom je dit kijkt. Dit is de reden waarom je dit nog steeds kijkt. Omdat je daadwerkelijk benieuwd bent naar hoe het kan. Nou hier, je hebt 10 manieren gekregen. Ik heb ze aan je gegeven. I love you. Dat was mijn video voor vandaag. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en mij natuurlijk te volgen op Instagram. Dat is @Calvin. Want ja, mijn manier om veel volgers te krijgen is om gewoon jullie te vragen om dat te doen. Dus dat doe ik bij deze. Geef deze video zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Als je hem leuk vond, ook als je hem niet leuk vond, dan geef toch een duimpje omhoog. Want de wereld vullen met positiviteit is echt goed voor de maatschappij. Nou goed, jongens, ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer. En kijk mijn andere video's, dat is belangrijk. Daag! Ik ga vertellen welke video de winnaar is. Ik kan er wel heel veel.